fucking video. Het eerste wat ik ga doen is deze tas unboxen. Kijk, ik zie sokken. Ze droppen deze week, dus spar je geld. En koop mijn sokken deze week. Er zit ook een skibril in. En een... Hey boys, welkom bij een nieuwe video. Vandaag is een hele speciale dag op YouTube. Een van mijn favoriete dagen van het jaar. En dat is de dag dat YouTube Rewind online komt. Dus hadden hem half online gezet en hij is zo half geleakt. En dan hebben ze hem weer offline gehaald. Dus op dit moment, het is nu 3:30. Staat hij nog niet online. Maar ik heb hem nog geladen staan op mijn PC. En er is iets waarvan ik echt dacht, wow. Ik lach heel veel met Enzo Knol. En ik lach heel veel met KNOL! Power! Ik weet niet of jullie het nu al door hebben, maar je zit in de fucking YouTube Rewind! Enzo Knol zit in de... Dit is misschien wel een van de mindere YouTube Rewinds, maar Enzo Knol zit erin, dus ik kan nog niet te veel tonen, snap je? Dat ik niet te veel spoil, ik wil gewoon even tonen van, what the fuck, Enzo Knol. Wauw. Ooit wil ik hier ook in, snap je? Er is de droom van... Hij heeft zelfs een knolpowerpad aan. Wauw. Ik weet het, ik word hier zo'n beetje emotioneel van ofzo. Dit is zo'n droom van elke YouTuber, snap je, hier ooit inkomen. Oké, maar ik ga niet te veel spoilen. Ik weet niet of hij op dit moment al online staat, maar zo ja, kijk die dat zeker. Ik vind het altijd zo'n leuk ding om te kijken. Ook al zou de YouTube Rewind dit jaar moeten gaan over demonetization en ruzie met PewDiePie en... YouTubers die gaan geld meer verdienen en... YouTube Rewind is altijd heel positief en ik vind het altijd heel leuk om aan te kijken. Ook al zijn er heel veel mensen die zeggen van de YouTube Rewind. Dus Zef, die was gewoon een kutjaar op YouTube vlak dan. Maar ik bedoel, we hebben ons toch geamuseerd ofzo. Dus laten we beginnen aan deze video. Ik ga vandaag reageren op die channels en op de video's van mensen die hate gooien op mijn channel. Waarom zou je haat op mij? Ik bedoel, is er iets waarop je mij kan haten? Nee, inderdaad, fuck jullie. Dus mij zeker een duimpje omhoog op deze video. Hou jullie geld van de merch. Komt deze week. Als er advertenties zijn, kijk ze uit. Gun mij een beetje van die doekoes. Ik bedoel, let's fucking do this, guys. Even pillen nemen. Snap je? Negen explosieve pillen in mijn mond. 8, 7, wow. Let's go. De eerste comment is van Jens VD Berg. Tyfus kut, teringbelg. Je bent echt een mogol. Beetje iedereen naaien voor subs en views. Je bent gewoon een kut mogol. Ik vind het keigoed dat Plusties Games een video hierover maakt om jou goed voor schut te zetten. Like als je dit ook vindt. Hashtag kutbelg. Yeah, kutbelg. Ja. Fuck. Als ik dit soort comments lees, als ik net fucking lang heb gewerkt aan een video en dan lees ik dit, dan denk ik van jee, yeah, hiervoor doe ik het, snap je? Voor deze comments doe ik het. Om hard voor schut gezet te worden door 8-jarigen. Ga gewoon weg van mijn video's, ik wil deze kijkers niet op mijn kanaal, dus rot even op als je zo denkt. Als je denkt dat die ze mij heeft voor schut gezet met zijn video. Ga rechtsboven met je muis, sluit je telefoon af en klik gewoon weg. Heeft deze aap nu echt zijn fucking video's verwijderd? Ik had daarnet echt nog video's in mijn testabonnees. Sterk! Sterk neef! Ja, hij heeft zijn video's verwijderd. Haha, gay! Oké, leuk. Just Games NL NL. Sterk! Dit is de 30 sub special facecam video. Like is wel in face. Voor 3, 2, 1. Dit ben ik. Facecam video. Eerste facecam video. Wow, wat is het? Waarom is alles rood? Sterk! Voor de 30 sub special heeft hij die facecam video gedropt. Al die mensen zouden sowieso zijn hoofd zien, snap je? Haha. Oké. Okay. Abonneer op mij en ik sub terug. Heel simpel, die gewoon en zeg Don. Don. Dezelfde guy reageert gewoon Don. Dit is een nieuwe manier van reclame maken. Reageer gewoon op je eigen sub voor sub comment. It's Thomas. Standaard Minecraft channel. Sowieso ook die standaard Minecraft muziek, ik ben zeker. Als ik één liedje hoor, iedereen gaat het al 1000 keer gehoord hebben op elke Minecraft survival van iedereen. Dit is zijn intro. Ik denk dat zo'n liedje gaat zijn, zoiets zo... Ja, ik weet het niet. Art. Woo! Boys, sub voor sub. Sub voor sub comments worden misschien niet altijd bij de haat gedenkt. Maar eigenlijk, weet je wel, snap je? Veel mensen zeggen van nee, maar ik zeg van ja, jawel, fuck off. Geen reclame maken voor jezelf op mijn fucking kanaal, dat doe je niet. Het is hetzelfde als naar een verjaardagsfeestje gaan van iemand en daar rondlopen en mensen zeggen van hey, ik ken jullie allemaal niet, maar kom ook naar mijn verjaardagsfeestje. Woo! Je kan gastrollen uploaden op deze guy's channel. Hij heeft 192 abonnees. Ik zou zeggen doen. Hij uploadt zelf memes van It's Thomas. Gewoon It's Thomas memes. Come on. Do math. 2 plus 2 is 4. Minus 1, that's 3. Quick math.
Ach, fuck ik. Deze anticlimax. Geen haat. Deze heb jij niet gemaakt. Die heb ik al een keer gezien bij iemand anders. Dat kan. Kan dat ik die video heb gestolen? Ik weet het niet. Ik heb mijn naam er wel bij gezet, maar ik heb hem niet gemaakt. Ik weet het niet. Misschien is het niet mijn video. Misschien stel ik subs van andere mensen door sub voor sub. Ik weet het niet. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk. Wel. Kijk, video stelen ze dan maar kennen. Mijn eigen naam is fucking gay. Verbaas mij alsjeblieft met iets cool. Yeah. Ah. Woe! Yeah! Minecraft Survival! Woe! Waar zijn die handjes? Kijk, ik ga niet liggen. Ik heb deze muziek ook gebruikt. Ik bedoel, elke beginnende YouTuber gebruikt no copyright sounds. Dat is gewoon het begin van elke YouTube carrière. Oké, sowieso in deze. Kijk hoe ik eruit zie. Ik lijk op iets Thomas. Ah, fuck. Het is die andere song, snap je? Deze is ook nice. Yeah. Stomme YouTuber. Mijn vriend is beter en die is 14 en die heeft meer abonnees dan u, kut YouTuber. Leer video's maken en niet zo aanstellen. Want als mensen u terugpakken is het mondje toe bij u, hè? En antwoord hierop als je ballen aan uw lijf hebt. Jaletti Gaming. Ik ga hier niet op reageren, want ik reageer niet op jouw comment, want ik heb geen ballen. Maar ik reageer wel op je comment in mijn video, dat is nicer. Dan checken we je channel ook. En ik wil jouw vriend die 14 is en meer abonnees heeft dan mij ook wel eens zien. Snap je? Waarschijnlijk is hij ook een YouTuber. Dit is de channel van Jaletti Gaming. Waarschijnlijk is XFopKanon zijn vriend die meer subs heeft dan mij en 14 is. XFopKanon heeft meer subs dan mij. Deze guy maakt dus filmpjes. Heel veel filmpjes. Helemaal super tof dat jullie kijken. Dit is gewoon next level. Deze nu wow. Kijk, je ziet zijn facecam gewoon in de reflectie van zijn televisie. Call of Duty Black Ops 3. Black Ops 3! Woe! Ik wil dat veel eerder namelijk doen naar Tersaar gaan. Sterk! Ik wil dat veel eerder doen naar Tersaar gaan, speciaal voor jullie. Ik heb een tip voor jou, Jaletti Gaming. Het begint met de S en het eindigt met top. Stop! Sterke gameplay, bro. We gaan het riskeren. Nice. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ja, welkom bij deze nieuwe video. Like deze video. Oké, deze guy heeft gelijk. Zijn vriend die 14 is, heeft meer subs dan mij. Ik ben een slechte YouTuber. En deze guy is, ja. Hoe dom is hij gehad? Ik bedoel, ik versta geen woord van wat hij zegt. Ik hoor gewoon zo. Ja, fuck you. Stop dit, want ik begin al pijn te voelen in mijn hart. Wel goed. Zweer u. Zoek een leven. Sukkel. Hé. Hey, doet het alleen voor het geld. Moest ik u zien, ik deed beam. Is dit een haatcomment? Ik weet het niet. Ik snap niet zo goed wat je bedoelt, maar. Ah! Multithomas444. Hoeveel channels hebben we al gehad die Thomas noemen? Ik denk dat Thomas gewoon de naam is van de haters. Ik kan niet volgen. Ja, ik heb dus een rank. Sterk! Neef! What the fuck? Hey, dus deze guy livestreamt 9 minuten voor 4 mensen. Kut Belg! Gooi jezelf in een kanaal! Slettenbak! Steek dat illegale vuurwerk in je anus! Rectum, jongen! Hugogo02. Geweldige woordkeuze. Kut Belg, slettenbak! Anus, rectum, jongen! Ah! Rectum, jongen. Wat is dat rectum? Dat is je rectum en dat is rectal cancer. Handig. Dus je rectum is je sluitspier, denk ik. Dus ik weet niet waarom er hier een vinger in de rectum zit, maar... ik ben een rectum, jongen. Hugogo02. Ik denk niet dat dit is. Dit is een Spaans kanaal. Juando Aguilos. Dit is wel het kanaal van Hugogo02. Als je weet wat intrinsieke waarde en nominale waarde betekent. Intrinsieke waarde is de waarde van het materiaal van de munt zelf. Nominaal is wat erop staat en hoeveel je ermee kan kopen. Bijvoorbeeld, deze munt is puur zilver en in zilver kan je hem verkopen voor 100.000 euro. Maar staat op dat, is, dat deze munt 5 cent is. Dit betekent dat de intrinsieke waarde veel hoger... Ja, ik ben gestopt met school, maar reden. Dit was een hele goede video. Waarschijnlijk is dit gemaakt voor schooldoeleinden, maar noem mij geen rectum, jongen, ja? Ik wil niet dat mijn vinger in mijn rectum gaat. YouTube Rewind staat op dit moment nog... jawel, hij staat wel al online. Nee, toch niet. Dit is clickbait. Ik ben geclickbait. Fuck, shit. Ik ben net geclickbait. Fuck. En dat tijd is om te gaan. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Gooi jij nog haat op mij, gooi dan originele haat. Gooi dan zo van, hey, kut Belg. Steek je vinger in je kut. Ha!
Ja. Ik ben alweer clickbait. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Gooi zeker een likeje. Tot de volgende keer. Boys. Ik zie jullie later met een nieuwe video. En vergeet niet, de sokken komen deze week. Dus blijf zeker mijn video's kijken. Doei!